Hi, ik ben Amber. En ik ben Frank. We gaan vandaag pasta maken. Maar nu wel iets moeilijker. We maken vandaag pasta, maar waarom? Pasta bevat koolhydraten. Koolhydraten bevatten energie. En energie heb je nodig om te sporten. En hoe lang van tevoren zou je dit eten? Nou, ik zou aanhouden 2 tot 3 uur. En als je kortere tijd hebt? Zou ik gaan voor een broodje. Is dat bruinbrood? We hebben de stelregel, hoe dichter, hoe lichter. Dat betekent hoe dichter je op de inspanning komt, hoe lichter het broodje. En wat doe je dan na de training? Na de training zou ik me richten op eiwitten. Eiwitten helpen je bij het herstel van het lichaam en voorkomen onder andere spierpijn. Vocht is ook heel belangrijk voor sporters, toch? Ja, ontzettend belangrijk. Het beste om te blijven drinken is nog altijd water. En hoe weet je of het voldoende is? Misschien een beetje een raar verhaal voor tijdens het koken. Maar eigenlijk is het zo dat hoe donkerder je urine is, hoe minder je gedronken hebt gedurende de dag. Oké, Frank, de pasta is klaar. Mooi, de saus ook. Kunnen we hem erop leggen.